Phycoposma, ZK6, de Zoutkamp 6, 6 juni 1988. Tussen Zoutkamp en Lauwerzeil, en dat watertje heet de Lauwers. En een hele dikke sneeuwstorm. En het was glad. Ja, de liefde in diep. En dat was de eerste keer dat hij mij naar huis bracht. Maar wij met elkaar en we konden samen. Ja, natuurlijk. Als je in een dorp woont, iedereen kan elkaar. Ging natuurlijk lekker op stap. Even de bosjes in of leuk praten. Het was een verteller. Hij had altijd heel veel te vertellen. Ja, dat wel. Dan kon hij thuis zijn. Dus hij voer natuurlijk. Hij vaarde. Dus was niet lang thuis. Nee, altijd 2 dagen en dan ging hij weer weg. Nou, de hele dag weer nog heel en schreeuwen en vloeken. Alles kapot in slaan. Dat heb ik echt momenten gehad. Dan zaten we aan het eten en dan zag ik mezelf de tafel opgrijpen en alles door het huis heen schoppen en slaan. En erg agressief. Want toen mijn man op zee was, had ik het eten opgezet. En toen kwam de politie aan de deur. Je man is omgekomen. Dus dat was heel erg. Wat kan je dan doen? Kan je niks meer doen? Vandaag is er niet meer. Aan terugdenken natuurlijk wel. Maar dat moet je ook later loslaten, want je moet door. Want een kind is precies net als Kees. Item dito. Kijk, ik ben nog jong, ik ben 29 jaar en ik denk wel dat ik veel van iemand kan houden. Net zoveel als Kees, dat weet ik niet, maar dat is weer andere liefde. Maar Kees is doodgegaan en die liefde die zal altijd blijven. En ik denk wel dat ik weer misschien van iemand zoveel kan houden, of misschien, dat weet ik gewoon. Maar op een andere manier als dat ik van Kees heb gehouden.